Hallo allemaal, in dit filmpje leer je wat het meewerkend voorwerp is en hoe je dit kunt vinden in een zin. Allereerst gaan we op zoek naar wat het meewerkend voorwerp eigenlijk is. Dit is wat ik heb gevonden. Het meewerkend voorwerp in de zin is degene die iets ontvangt, verneemt of van wie wat wordt afgenomen. Even een voorbeeldje. Frank geeft Maaike een groot cadeau. In deze zin ontvangt Maaike iets. En daarom is Maaike in deze zin het meewerkend voorwerp. Maar hoe vind je nou het meewerkend voorwerp in een zin? Deze kun je vinden door de volgende vraag te stellen. Aan of voor wie plus gezegde plus onderwerp plus leidend voorwerp. Hoe doe je dit? De zin is je moet de kippen voorgeven. Eerst ga je op zoek naar het gezegde, dan het onderwerp en vervolgens het leidend voorwerp. Je vraag wordt dus aan wie moet je voorgeven? Het antwoord is de kippen, dus dit is het meewerkend voorwerp. Een tip om het meewerkend voorwerp gemakkelijk te vinden. Want vaak kun je het woord aan voor het meewerkend voorwerp zetten. En soms staat dit woord er zelfs al. Kijk maar, de zin is. Ik vroeg haar of ze nog op vakantie ging. Als we het woordje aan ertussen gaan zetten, dan wordt de zin. Ik vroeg aan haar of ze nog op vakantie ging. Omdat het woordje aan voor haar komt, is in deze zin haar het meewerkend voorwerp. Even oefenen: Julia en Kim gaven aan hun moeder een cadeautje. Wat is in deze zin het meewerkend voorwerp? Inderdaad, hun moeder. Nog eentje om te oefenen. Mijn vriend geeft de hond en de kat hun eten. Wat is in deze zin het meewerkend voorwerp? Juist, de hond en de kat. In beide zinnen ontvangt het meewerkend voorwerp iets. Want de moeder van Julia en Kim krijgt een cadeautje. En de hond en de kat krijgen eten. Ik hoop dat je nu weet wat het meewerkend voorwerp is en hoe je dit kunt vinden in een zin. Tot de volgende keer!